de hele Herensingel, vandaar van de brug tot bij de Zijlpoortsbrug, die gaan we aanpakken. De gemeente Leiden gaat de walkant van de Herensingel vervangen. We krijgen een nieuwe houten damwand van gecertificeerd hardhout. Die planken die zijn 6 meter diep. Nou, 4 meter zit dan echt in de grond. Een meter zit in het water en een meter steekt er bovenuit. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, moeten de woonboten langs de kant tijdelijk om beurt te verhuizen. Zo'n boot wordt dan verplaatst en we zoeken dan nog een goede plek voor die woonboten. Dat die mensen daar dan een week kunnen zitten en daarna dan komen ze weer terug. En dan krijgen ze op de plek waar ze komen te zitten een elektriciteitsaansluiting en voor de riolering. En dat ze zo min mogelijk overlast hebben. Maar de exacte locatie zijn we nog aan het onderzoeken. Wim van Dorp woont in een van de woonboten. Hij vindt de verhuizing best spannend. Er gaat natuurlijk nog wel eens wat mis. En als er wat misgaat, dan heeft iemand anders een lekkage en ik lig met mijn boot op de grond. Nou, hier beneden, het is gewoon een betonnen bak van, nou wat is het, 11 maal 6 centimeter. Wat ik ook gebruik als opslagruimte. En daar lopen natuurlijk ook weer waterleidingen doorheen. En die waterleidingen, ja, die zijn gesoldeerd, blijkt. Dat weet ik ook allemaal niet. Maar dat soldeer, dat blijkt dan weer op te kunnen lossen of te verpulveren. Of God mag weten wat er mee kan gebeuren. Maar die dingen kunnen dus ook weer gaan lekken. En zo zijn er een groot aantal dingetjes die toch moeten gebeuren voordat deze boot is, die ogenschijnlijk in goede staat is, weggesleept kan worden. In een brief liet de gemeente de woonarkbewoners weten dat ook de gebouwtjes op de kant moeten verdwijnen. De schuurtjes die precies op de walkant staan. Want we moeten ons werk kunnen doen en die aannemer moet erbij kunnen komen. Dus als we daar die week bezig zijn op zo'n locatie, dan moet die schuur verplaatst worden. En daar assisteren we wel bij. Want dat is ook voor ons gemakkelijk, want dan kunnen we snel ons werk kunnen doen. En daarna wordt die weer teruggeplaatst samen met de bewoners. De werkzaamheden starten binnenkort en zijn voor de zomer afgerond.